Welkom bij deze meditatie. Vandaag wil ik het met jullie gaan hebben over de dwaasheid van menselijke bepalingen, naar aanleidingen van Colossenzen 2, vers 16 tot en met 23. Ik wil dat gedeelte eerst met jullie gaan lezen. Colossenzen 2, vers 16 tot 23. Laat dus niemand u veroordelen in zaken eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten. Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen, maar het lichaam is van Christus. Laat u niet de prijs ontzeggen door iemand die behagen schept in nederigheid en engelenverering, intreedt in wat hij niet gezien heeft, zonder reden gewichtig doet door zijn vleeselijke denken, en zich niet houdt aan het hoofd, waaruit het hele lichaam, dat van banden en pezen voorzien is, en daardoor samengevoegd, opgroeit door de groei die van God komt. Als u dan met Christus de grondbeginselen van de wereld bent afgestorven, waarom laat u zich dan, alsof u nog in de wereld leeft, bepalingen opleggen, als pak niet, proef niet, en raak niet aan? Dit zijn allemaal dingen die door het gebruik vergaan. Ze zijn ingevoerd volgens de geboden en leringen van de mensen. Deze dingen hebben wel een schijnreden van wijsheid door eigenwillige godsdienst en nederigheid en verachting van het lichaam, maar ze zijn zonder enige waarde en dienen tot verzadiging van het vlees. Tot zover de schriftlezing. De eerste christenen waren allemaal Joden, die waren opgegroeid in de Joodse traditie en met het oude verbond. Zij waren gewend zich aan de Joodse spijswetten te houden en de Joodse feestdagen te houden. Naast dat zij christen waren geworden, bleven zij ook Jood. Voor deze mensen was het vanzelfsprekend hieraan vast te houden. Zij waren niet gestopt met Joods zijn toen ze Jezus erkenden als de Messias. Zij konden op dat moment niet vermoeden dat het Jodendom en het Christendom na enige tijd beschouwd zouden gaan worden als twee verschillende godsdiensten. Maar het bijzondere van het nieuwe verbond is dat het niet alleen voor de Joden gold, maar ook voor de heidenen, de niet-Joden dus. Al vrij snel werd het evangelie verspreid buiten Israël en ontstonden er gemeenten waarvan de leden niet als Jood opgegroeid waren en dus ook niet waren opgegroeid met de Joodse gebruiken. En toen ontstond er een spanningsveld. Vanuit Jeruzalem had men de verwachting dat deze bekeerde heidenen ook volgens alle Joodse wetten zouden gaan leven. Een hele zware opgave. Het ging dan nog niet eens alleen om de Bijbelse wetten die de Heere zijn volk had meegegeven, maar ook om een wirwar van regeltjes die er in de loop der tijd bijbedacht waren. De heidense christenen werden door de Joodse christenen veroordeeld vanwege het niet houden van de Joodse wetten. Paulus schrijft deze brief aan de gemeente in Colosse. Dit ligt zo'n 1400 kilometer van Jeruzalem in het westen van het huidige Turkije. Dit laat zien dat het evangelie zich razendsnel verspreidde. Deze afstand lijkt naar de huidige omstandigheden misschien niet zoveel, maar in die tijd moesten ze alles lopen en was je dus alleen al een paar maanden onderweg als je van Jeruzalem naar Colosse wilde reizen. Paulus schrijft deze brief nog geen 30 jaar na de uitstorting van de Heilige Geest en toen was er al sprake van meerdere gemeenten in dat gebied waar Paulus contact mee onderhield. Paulus waarschuwt de gemeente dat ze zich niet moeten laten veroordelen door anderen
voor het al dan niet houden van de Joodse wetten. Dat zou namelijk een onnodig zwaar juk zijn. Deze mensen waren geen Joden en vielen niet onder het oude verbond, alleen onder het nieuwe. Was het dan verkeerd om de Joodse wetten na te leven? Nee, zeker niet. De Heere had zijn volk goede voorschriften gegeven, die hen door de eeuwen heen tot zegen waren geweest. De wetten zorgden ervoor dat de mensen gezond bleven, zowel lichamelijk als geestelijk, dat de aarde in goede staat bleef en dat het volk dicht bij de Heere bleef. Van de Joodse spijswetten is bekend dat die de Joden beschermd hebben tegen allerlei ziekten. Van de verplichte rustdag, 1 keer per week, is wetenschappelijk wel duidelijk tegenwoordig dat de mens die echt nodig heeft om gezond te blijven. Het Sabbatsjaar dat de Heer had ingesteld, waarbij de Joden het land 6 jaar mochten bewerken en dan 1 jaar niet, was nodig om geen roofbouw op de landbouwgrond te plegen. Waar het hier misging, was dat de gemeente door het opleggen van allerlei onnodige regels bij Christus vandaan getrokken dreigde te worden. Essentieel voor het evangelie is dat wij ons behoud niet kunnen bewerkstelligen door ons aan allerlei regeltjes te houden. Wij zijn door en door zondig. Allemaal. Punt. Als het van onszelf zou moeten komen, dan zouden wij allemaal voor eeuwig verloren gaan. De kern van het evangelie is dat ons behoud niet meer van onszelf afhangt. Wij kunnen er zelf niets aan bijdragen, maar wij hoeven er zelf ook niets aan bij te dragen. Iedereen die in Jezus Christus gelooft, zal behouden worden, met of zonder allerlei voorschriften. Maar gelden er dan helemaal geen regels meer? Dat is niet wat Paulus hier zegt. Jezus heeft de wet niet afgeschaft. De 10 geboden zijn nog onverminderd van toepassing. Jezus heeft voor ons samengevat waar het in de wet nu eigenlijk om gaat. In Matteüs 22, vers 37 tot en met 40 lezen we: Jezus zei tegen hen: U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Het is niet de bedoeling dat onze vrijheid in Christus ontaardt in wetteloosheid en bandeloosheid, maar eigenlijk zou dit vanzelfsprekend moeten zijn voor een bekeerde christen. Als het tot je door begint te dringen hoeveel Jezus voor je gedaan heeft en hoe groot het wonder van de genade is, dan wil je, als het goed is, niets liever meer dan God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Een ander verhaal wordt het als je met allerlei zelfbedachte regeltjes jezelf gaat proberen te onderscheiden van een ander en het gaat doen voorkomen alsof jij een beter mens bent doordat je allerlei onnodige regeltjes volgt. Vaak gaat bovenmatige aandacht voor dit soort regeltjes bovendien gepaard met het verwaarlozen van hoofdzaken. Dit gebeurde bij de leiders van het volk geregeld in de tijd dat Jezus op aarde rondwandelde. In Matteüs 23, vers 23 en 24 zegt Jezus tegen hen: Wee u, schriftgeleerden en fariseeën, huichelaars, want u geeft 10de van de munt, de dille en de komijn, en u laat het belangrijkste van de wet na, het recht en de barmhartigheid en het geloof. Deze dingen zou men moeten doen en die andere dingen niet nalaten. Blinde leiders die de mug uitstift, maar de kameel doorslikt.
Ze gaven tot in het extreme detail de tienden over hun oogst. In die tijd was het de regel dat je een tiende deel van je inkomen gaf als een soort belasting. Hiervan werden de Levieten onderhouden. Deze stam had geen eigen landbouwgrond, maar vervulde allerlei taken die wij tegenwoordig zien als overheidstaken. De mensen waar Jezus het tegen heeft, gaven netjes hun tienden, zelfs van de kruiden die ze in een potje in de vensterbank kweekten, maar ze vergaten voor hun ouders te zorgen. Nu is het gemakkelijk dit gedeelte aan de kant te schuiven met het idee dat dit spanningsveld iets was van toen en dat we nu niet meer op deze manier met de Joodse spijswetten te maken hebben, maar de neiging om elkaar op deze manier de maat te willen nemen is echt nog wel ook iets van nu. Zomaar een paar voorbeelden. De afgelopen jaren hebben we te maken gehad met de coronacrisis. Die is gelukkig achter de rug. Maar een paar jaar geleden stond ons leven behoorlijk op zijn kop. Er waren toen allerlei beklemmende maatregelen. Ook het kerkelijk gemeenteleven leed hier behoorlijk onder. Daar werd door kerkenraden nogal verschillend mee omgegaan. Er waren gemeenten waarin de kerkenraad haar best deed om te kijken wat er op een veilige manier wel mogelijk was binnen de geldige regels om toch nog wat gemeenteleven te behouden. Er waren ook gemeenten waar de kerkenraad het braamste jongetje van de klas wilde zijn en waar men nog veel strikter was dan wettelijk nodig was. Regelmatig werd er vanuit die gemeenten belerend met het vingertje gewezen naar gemeenten of mensen die daar ruimer in stonden. Kerkenraden meenden goed bezig te zijn door nog extremer met de epidemie om te gaan dan de overheid, maar vergaten daarbij voor de gemeente te zorgen. Een ander voorbeeld. Als je op zondag naar de kerk gaat, dan is het normaal dat je je netjes kleedt. Je zou er in elk geval voor moeten zorgen dat je geen ergernis veroorzaakt met je uiterlijk. Nu zijn er mensen die daar behoorlijk strikt in staan, die het pas goed genoeg vinden als een man een diep donker zwart pak draagt met een zwart overhemd en een zwarte stropdas en als een vrouw een jurk draagt die zo lang is dat die over de grond sleept. Er is helemaal niets mis mee om zoiets aan te trekken als je jezelf daarin prettig voelt. Maar anders wordt het als je mensen die vrijer zijn in hun kledingkeuze daarop veroordeelt. Als iemand die geen pak heeft en op zondag in gemakkelijke kleding rondloopt, zich niet vrij voelt om naar de kerk te gaan, doordat er mensen zijn die verkondigen dat zo iemand alleen in een zwart pak in de kerk mag komen, dan wordt daarmee schade gedaan aan de gemeente. Het is veel belangrijker dat zoveel mogelijk mensen onder het woord zijn, dan dat iedereen daarbij extreem stijlvol gekleed is. Als je als een goed christen wilt leven, kijk dan eerst naar wat echt belangrijk is. Wat draagt het meest bij aan de opbouw van Gods koninkrijk? Wat past het meeste bij God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf? En als je een ander wil onderwijzen in het geloof, wellicht iemand die nog maar kort geleden tot geloof is gekomen, leg dan daar je prioriteiten. Laat ze eerst maar eens zien hoe groot God is en hoe groot het wonder is van de genade. Vervolgens kun je ze meegeven hoe ze goed voor hun naaste kunnen zorgen en hoe belangrijk dat is. Die zwarte stropdas komt dan later wel een keer, of niet. Maar daar gaat het niet om. Als je een ander onderwijst in het geloof, stel jezelf dan altijd de vraag: breng ik mijn broeder of zuster
hiermee dichter bij de Here of juist niet? Dat is namelijk hetgeen dat echt telt. Mensen tot de Here brengen. Dat is wat de Here van ons vraagt. Tot zover deze meditatie. De Here zegene jullie.